De kamer, jongens, hij is echt een heel stuk veranderd. Ah, nee, ik kom hier terecht bij mijn, bij mijn minecart systeem. Oh, dit is perfect, jongens. Die bomen, ik vind deze bomen vind ik zo leuk. Kijk hoe leuk dit is. Stel, je zou nu met het pad zo gaan. En dan kom je hier en dan kijk je gewoon... Massieve Max ligt sowieso gewoon weer eens eentje hier en de rest die durf je niet te komen. Maar zo ga je gewoon naar Rick toe. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens en meisjes. Vandaag zijn wij weer in Content Veen. We zijn wedergekeerd, zoals gewoonlijk. En vandaag weer lekker met een video. Hallo, Mount Rickmore. Ik ben de afgelopen paar dagen lekker vaak live geweest. Deze livestream. Het gaat maar door. En wat de progressie dan ook is geweest. Ik ben helemaal full netherite. We hebben wat drakenhoofdjes. Nou, gezellig. Er hangen wat itemframes hier die nog niet gevuld zijn. Er is daar een mysterieus schedel waar Rick bepaalde kamers in maakt en waar ik dan puzzels moet oplossen en items moet zoeken en zo. Heel mysterieus. En voor de rest hebben wij hier prachtige panda's, jongens. En oh, we gingen wel heel snel daar. Ik heb hier panda's. Kijk, mensen kunnen met een panda-ticket kunnen ze een naamloze panda hier van mij kopen via het winkeleiland. Maar ik heb hier zelf ook mijn eigen panda's. Brede Broeder, Rondarini, Jukel Justin, Vatsige Floor, Massieve Max, Bolle Ido en niet te vergeten Rete Dikke Rick. Binnenkort komen er meer panda's. En dan kunnen we nog meer namen gaan geven. Ja, weet je wat? Jullie mogen in de comments wel een leuke pandanaam voor Robin bedenken. En het moet een dikke genaamd zijn en moet beginnen met een R. Net zoals Rondarini is RR. Massieve Max MM. Jukel Justin is JJ. Dus het is helemaal aan jullie. Maar het moet dus wel een R zijn met Robin. Verder, we gaan weer een nieuwe naam erop zetten. Want Marieke B. en Tijn Koemans hebben geabonneerd. Maar wie heeft er vandaag weer geabonneerd? Tostiman, 31 oktober. Dankjewel voor het abonneren, maat. Wil jij nou ook op die muur terechtkomen? Dan moet je zeker eventjes abonneren. Het is helemaal gratis. En heb jij kans om op deze prachtige muur te komen? Oh ja, reageer even dat je bent geabonneerd. Want dan geef ik je reactie ook nog eens een hartje. En laten we dan nu maar gauw beginnen met de video zelf. Eerst wil ik even snel dat cadeautje weghalen. Dit cadeautje is natuurlijk ook in een stream gebeurd. Dus ben je nou echt benieuwd naar wat er allemaal gebeurd is, dan moet je gewoon even in de Content Veen afspeellijst op mijn YouTube kanaal kijken. En daar vind je gewoon alle streams en alle video's. En dan kan je gewoon het hele verhaaltje volgen in de goede verhaallijn. Nu zit je hier gewoon een heel kaal gat. Dus laten we even dat opvullen met dirt. Want het ziet er echt niet uit anders. Het geeft me al heel veel rust dat hij gewoon niet meer daar staat. Het was echt zo'n groot rood object wat daar verder in hem stond. Laten we nu ook gelijk onze blok even ditchen en... Oeh, pas op, want dat is fout gegaan. Oeh, daar ging het bijna weer fout. Al die blokken, joh. Ik heb echt heel veel soort van kleurblokken waar we wel veel mee kunnen doen als het kerst is. En het is bijna kerst, jongens. En ik heb echt heel veel zin in kerst. Ik leef tegenwoordig ook op pumpkin pies. En hoe ik dat doe is dat ik dan naar deze guy toe ga, mijn farmer bij mijn villages. Kijk, hij heeft prachtige emeralds voor me. Lever ik eigenlijk heel veel van mijn meloenen in. Nou, dan is hij het alweer zat. En dan koop ik met de 12 emeralds die ik hiervan heb, koop ik lekkere pumpkin pie. Oh, dan heb ik er weer 48 poppen hierbij. En die vullen zo ontzettend erg, jongens. En ik heb echt meer dan genoeg meloenen om dit gewoon eventjes door te blijven doen. Zeker door mijn automatische meloenenfarm beneden. Ik krijg veel comments van mensen die zeggen: Max, ga eens verder met de bank. Dus vandaag, jongens, is het eindelijk weer zover om deze bank een keer af te maken. Jezus, wat zijn in de tussentijd hier veel... Waarom gaat er een zombie daar dood? Er zijn veel enemensen hier geweest die overal gras hebben geplaatst. Maar ik vind het een keer tijdje... En zombie, jij leidt me af. Ik vind het een keer tijd om deze kamer af te maken. Weet ik niet of ik dat ga halen, maar in ieder geval veel progressie erbij te maken. En dat ook niet zomaar te doen. Ik ga proberen een leuke timelapse te maken. Dus veel plezier met kijken ernaar. Ik hoop dat die werkt en anders niet. Maar bij deze een prachtige timelapse.
Volgens mij is die timelapse helemaal goed gegaan. Ik weet het niet zeker, want ik moet hem nog editen natuurlijk. Maar de kamer, jongens, hij is echt een heel stuk veranderd. Ik ben er oprecht wel blij mee. Hij is natuurlijk nog helemaal niet af, want er zitten nog overal toortjes en zo. Ik heb dit tijdelijk even dichtgebouwd, want ik had geen plek. Ik had geen idee wat ik daar nu moest doen, want daar komen natuurlijk de kluizen en zo. Maar ja, eerst moet die main hall een keertje klaar zijn. De opvoeding is met Dark ook gedaan. Nou, daar worden ook nog meer details overheen gegooid natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld die leaves die er zitten en zo. Een leuke kandelaar in het midden. Of hoe noem je dat? Kandelaar? Kroonluchter? I don't know, man. Hier komt een leuk aquarium. En voor de rest vond ik het nu wel mooi geweest, want ik heb even 2 uurtjes gebouwd. En ik moet ook nog andere dingen doen om de video te vullen, hè, jongens. Dus wij sluiten bij deze de kamer weer eventjes af. Hoppakee. En dan is het tijd om weer lekker naar buiten te gaan. Oh, wat is het fijn om gewoon hier weer rond te lopen. Ik heb echt te lang in die kamer gezeten. Dan ga ik nu heel eventjes overal de item frames opvullen. En daarna ook op de andere chest item frames doen. Want ik zit altijd nog steeds te zoeken als ik hier binnenkom naar al mijn spullen. Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat er nu in deze kist zit. Kijk, diorite. Dat had ik oprecht gewoon niet geweten. Volgens mij is mijn systeem verstopt. Want ik heb een tijdje geleden van alles toegevoegd. Maar ik denk omdat zombies erin komen en die dood zijn gegaan. Dat hier, kijk. Er zitten wortels vast. En er zitten pompoen. Alles zit vast. Niks klopt. Mijn hele systeem is volgens mij een beetje kapot. Robin! Jij hebt hem gemaakt. Hij doet het niet meer. Oh, maar deze, volgens mij zitten deze hoppers verkeerde kant op, of niet? Ik snap het allemaal niet. Ik snap het allemaal echt niet. Ik heb Robin weer nodig. Robin, waar ben je? Mijn hele systeem hier zit geklokt en verstopt en het is allemaal kapot. Nou, laten we even wat koeien breeden hier. Kom maar. Jij met jou. En that's it, I guess. Ah, jij kan niet? Nou, weet je, dan kan je wel enkel gewoon. Zo, ga alleen in je eentje hatsenbatsen. Ik heb even wat meer leer nodig. Maar ik heb nog te weinig koeien. Dus we gaan de koeien gewoon in het algemeen even laten batsen. Dan komen we zo bij ze terug. Want de itemframes zijn nog niet vol. Maar dan moeten we verwachten. Want ja, die koeien die brieden natuurlijk niet om de seconde. Maar ik hoorde dat Nathan weer een nieuw vuurwerk verkocht. En mijn vuurwerk is oprecht alweer bijna op. Oftewel, laten we even naar het winkeleiland gaan. En daar eerst mijn eigen winkeltje checken. En daarna gelijk Nathan's winkeltje. Nou, even kijken. Even spieken, Nathan. Wat heb jij weer voor ons? Zeg maar dat je op zijn minst genoeg hebt. Oh, dat is helemaal bijgevuld. En het was 4 stacks per 1 diamond. Dus 1, 2, 3, 4, 1 diamond. 1, 2, 3, 4, 2 diamonds. 1, 2, 3, 4, 4 diamonds. 3 diamonds. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, 4 diamonds geven we er dan uit. Maar dan hebben wij wel weer hatsenflat. Nou, trouwens, laten we nog 4 stacks doen. Geven we 5 diamonds uit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diamonds uitgeven aan die vieze Nathan hier. Hoppakee. De grinder van Content Veen. We kennen hem allemaal. En dan geven we 5 diamonds daar dan uit. Maar dan hebben we wel weer een hele kist vol rockets. Dat is wel heel fijn. Ik heb trouwens ook weer een nieuwe Elytra en ik ben echt rijk, want ik heb in mijn streams best wel veel gemined. Oh ja, en ik heb deze van Floor gekregen en hij ziet er oprecht cool uit. En in mijn eigen winkeltje, dat heb ik ook in mijn streams gedaan, daar heb ik al verteld natuurlijk name tags en panda tickets. Hiermee kunnen mensen panda kopen en een name tag spreekt voor zichzelf. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Ik ben bezig met een groot schip. Dat is mijn eigen nieuwe winkeltje, dat wordt mijn houtwinkel waarin ik gewoon spruce locks, alle andere soorten locks, gewoon letterlijk al het soort hout ga verkopen. Dat ga ik ook binnenkort afmaken, maar ik heb vandaag al heel veel gebouwd, dus ik wil eigenlijk nog wat anders gaan doen. Ik wil eerst ook even weer gewoon mijn pandaatjes laten breeden en weer een nieuwe creëren. Voornamelijk mijn winkel, maar ik heb wel echt een heel klein verblijf. Als je het ook zo ziet, het slaat echt nergens op hoe een klein verblijf ze hebben. Dus ik zei zojuist, eigenlijk helemaal geen zin meer om te bouwen. Maar we gaan toch even wat bouwen. We gaan namelijk het pandaverblijf even upgraden, want dan kunnen we weer nieuwe creëren. Want aan het begin van deze video heb ik natuurlijk aan jullie gevraagd of jullie een leuke naam voor Robin achter konden laten die wij in het pandaverblijf gaan plaatsen. En heel veel mensen kwamen met het leuke idee om het in de berg een beetje te gaan doen. Dus door gewoon hier te gaan hakken. En waardoor ze meer ruimte, een kleine buitenruimte hier hebben, maar ook veel ruimte in de berg. Dus laten we dat ook maar doen. Oh, kut. Oh, nee. Ik kom hier terecht bij mijn, bij mijn minecart systeem. Oeh, maar daar kan ik dan op zich wel wat leuks van maken. Dat je met glas, dat je het kan zien. Of dat je, dat is wel leuk. Ga je gewoon een glazen barrier maken. Het ware zoals dit. Dat je gewoon wel, stel je loopt, je gaat met het systeem, dat je er wel gewoon langs gaat. Dat je denkt, hey, elke keer als je langs komt, zie je mijn panda's even. Ja, de panda's bezoeken het nieuwe gebied in ieder geval. Dat is wel leuk om te zien. Dat ik het niet voor saus bouw. Nou, dan gooien we dirt op de vloer, want ze moeten wel natuurlijk over dirt kunnen lopen. Of over gras in ieder geval. Niet over steen. Dat zou een beetje zielig zijn, als ze in één keer allemaal steen hier krijgen. Dus dat hatsenflatsen we hier neer alsof het niets is. Hoppakee. Oh, panda, pas op. Ik ga echt de panda zo meteen per ongeluk slaan. Dat zou ik echt heel kut vinden. Oh, doe alsjeblieft voorzichtig, jongens. Wat zijn jullie ook groot, hé? Ja, kijk, nu sta je in de weg. Dat doe je helemaal zelf. Nou, jij ook aan de kant. Wie is dit? Ronde Rini. Wie is dit? Massieve Max aan de kant. Oké, nou, dat is geregeld. Dan gooien we wel
wel stenen slabs erin om het een beetje mooi te creëren. Of, nou, in dit geval gewoon van die mooie blokken. En de site, dat kwam er niet op. Zo, hoppakee. Nou, dat is geregeld. Wat mooi koorsteurt doorheen om het een beetje afwisseling te geven. Kijk, nu zie je dat nog niet helemaal, maar zodra de gras is gaan groeien, zie je het verschil duidelijk wel. Nou, nu wachten. Oh, wacht, het gras kan zo natuurlijk helemaal niet groeien. Dan moeten we eigenlijk even dit doen. Dan kan het gras groeien. Of ik heb gewoon grasblokjes zelf ergens in een kist zitten. Maar dat denk ik niet. Oh, wacht trouwens. Ik heb tegenwoordig gewoon de Jerry Heater. Die is ook Silk Touch. Dus laat ik gewoon even wat gras zakken hier. Kijk, gaat met moeite, maar hoppakee. Dan hebben we het wel. Hoppakee. En groeien maar, mijn jongens. Groeien maar, zou ik zeggen. Nu kan als het goed is alles gewoon groeien. Zonder enige problemen. Wat bamboe hier binnen natuurlijk, hè. Er mag geen bamboe ontbreken. Ploppen we nog wat details aan de muren. Want het is een beetje kaal als ik het zelf zo zie hier. En er mag wel wat licht zijn, natuurlijk. In de tussentijd moeten wij ook gewoon de koekjes laten breeden weer, hè. Want ik heb nog steeds leer nodig. Nou jongens, kom op. Jullie kunnen het. Maak kinderen voor mij. En dan maken we het ook net iets platter hier door gewoon slabs toe te voegen. Dat verbetert al zoveel. Slabs is gewoon alles in Minecraft. Maar dat is niet het enige. Stairs zijn ook nodig, jongens. Stairs zijn zeker ook nodig. Oh, ik hoor het wel. Ook helemaal gek van het feit dat ik een zombie de hele tijd hoor hier. Ik weet niet precies waar die zit, maar hij zit hier ergens. Hallo. Ik kom hier met toortjes. Ah, Jesus Christ. Daar ben je. Ah, nog één. Oké, nou, ik heb wel een plek gevonden waar veel zombies blijkbaar spannen. Hier, onder de netherportal. Ah, well, no more, guys. No more, het is belicht hier. Gaan we het hier ook belichten door dit te doen en door deze te plaatsen, zo. And that's it, I guess. Oh ja, nou, natuurlijk boomiel gewoon en bloemetjes. Ik was het bijna vergeten, maar het glas zelf moet natuurlijk... Oh, en de boomiel. Hè, ik kom uiteindelijk voor de boomiel, maar ik vergeet de boomiel zelf. Nou, oké, panda verblijf is geüpgrade. Panda's die kant op. Boledo, jij vooral. De enige die er lekker aan chillen is massieve Max. Ga jij maar in eentje. Hier chillen dan. Ik ga er even wat andere heen duwen. Kom, kom. Kijk, kom maar heel traag mee. Ronderini en Jukel Justin. Maar dan kunnen jullie op zijn minst even hier chillen. Ja, en ter beloning krijg jij er één. Krijg jij er één. Jij, wie chapt het op? Hier, chap jij het maar op. En chap jij. Ja, ze gaan niet chappen. Ik ben bang als ik ze echt wil laten eten, dat ze dan gaan breeden. Daar heb ik ook geen zin in. Oké, dan gaan ze al. Nou, jij mag dan ook. Hier, massieve Max. Ik vind het een beetje lullig dit. Neem het nou. Jij dikse. Ah, weet je, ga maar op je rug zitten dan. Zoek het uit. De ruimte is in ieder geval gecreëerd. Dan nu ik toch nog bezig ben met bouwen, had ik het idee, jongens, om eindelijk een keer een trap te maken naar mijn uitkijktoren. Het is hier namelijk nog kaal. Dus ik dacht, wat nou als ik hier nou gewoon een soort pad maak hierheen. Nou, dan kan je hier al leuk weer bloemetjes en bosjes plaatsen en zo. En dan hier gewoon een trap zo hoppakee daarheen bouwen. Want je komt er eigenlijk nooit. Ja, je hebt er ook geen niks te zoeken. Maar het is wel leuk als je er op zijn minst naartoe kan. Maar goed, ik ga het pad maken naar de bovenkant. Dat gaat leuk worden. Laten we dan beginnen met eerst gewoon het dirt plaatsen. Want dan kunnen we een soort vorm creëren waar we heen willen werken. En vanaf daar gaan wij verder met de details aan toevoegen. We moeten ook door de berg werken. Dat is denk ik ook wel leuk. Dat het niet alleen maar een pad op de normale vloer is, maar ook gewoon door de vloer. Door de vloer, ja. Als dat logisch klinkt op zijn minst. Plaatsen we alle dirt op de grond, want dat moet ook natuurlijk nog gebeuren. Even kijken hoe ik dat netjes kan doen. Oh, mijn dirt is op. Ik heb alleen nog maar core dirt. Nou, laten we even normaal dirt pakken. Ik bouw trouwens nu al een heel leuke pad. Maar ik heb tegenwoordig gewoon elytra. Dus geen idee waar je nog een ding voor nodig zou hebben. Zo, dat is allemaal dirt. Dan kunnen we... Ik zag volgens mij... Ik dacht dat ik een creeper zag. Wat hel. Dan kunnen we er nu in ieder geval andere blokken van maken. Een beetje details aan het pad toevoegen. Wat lichten toevoegen. De tunnel mooi maken. En dan is het alweer klaar. Zo, dan nu de slabs. Die zijn, gaan wel denk ik moeilijk worden. Aangezien dat niet altijd helemaal gaat kloppen. Dus ik neem ook voor de zekerheid wat stairs mee. Kijk, en dit bedoel ik. Stel, ik zou het nu hier plaatsen, dan klopt het al niet meer. Dus dit gaat even koekeloeren worden hoe ik dit eigenlijk wil gaan doen. Denk, aangezien ik dit pad toch niet heel vaak ga gebruiken, dat ik hem best wel gewoon hobbelig kan maken. Dat je echt moet gaan springen en zo. Ik denk dat het helemaal niet zo heel erg zou zijn. Oké, dat is dan gedaan. Dan kan hier nog de laatste slabs. En deze zijn wel lekker simpel. En er zit een zombie. Hallo, jij bent niet welkom op mijn pad. Slap, 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 slap. En slap, slap. Hoppakee. Dan nu gravel ertussen voegen. Oh, maar het stikt hier zo erg van de beesten. Stop nou eens. Laat maar gewoon even met rust. En mijn Reno Ragger en Jerry Yeater, die zijn bijna op. Maar ik heb wel twee mendingboekjes voor ze. Echter kost het 33 levels per ding. Oftewel, ik moet even gaan level grinden. Zodat ik dat voor elkaar kan krijgen. Want anders is het echt big set en dan ben ik hem binnenkort kwijt. Nog wat mooie buttons op het pad. Ook al ga je die bijna niet zien. En het pad is echt crappy. Maar ik denk dat ik dat juist leuk vind. Nu ik het zo zie. Als je zo kijkt, weet je, het is echt een crappy pad. Je moet echt een beetje goed opletten waar je loopt. Dat je er niet doorheen zakt en zo. Of dat je niet tegen blokken aanloopt. Doorheen.
doorheen zakken. Ik zou niet weten waar je doorheen moet zakken. Ik ga het nu belichten hier. Ik word helemaal gek van die beesten. Echt waar. Maken we het pad hier even. Of de grot eventjes een beetje met details en stairs en slabs erin en zo. Zo, nou dat ziet er ook al veel beter uit. Dan de lanterns. En oh, dit moet eigenlijk ook nog even dicht. Dit ziet er namelijk niet echt heel top uit of zo. Maar dat kan ook nog met details. Zo, en dan bijvoorbeeld hier ziet het er ook allemaal nog niet echt heel top uit. Zo een beetje. En dan deze ook nog als detail. Dit. Ja, kijk, dit is al beter, hè? Deze misschien nog zo. Met je grotingang. Hier nog de laatste dingetjes netjes maken. Zoals dit. Oh, dit ziet er ook niet echt uit. Zo, kijk. Dit ziet er toch al gezellig uit als je hier naar boven gaat nu. Oh, wacht. De lanterns. En mijn inventory zit er helemaal bomvol. Oh, mijn bloemetjes. Die ben ik helemaal vergeten. Ik nam helemaal blaadjes en zo mee voor de leuk. Maar die was ik gewoon helemaal vergeten. Zoals voor hier. Dat ik dit kon doen. Toenk, toenk. Dat ziet er toch gezellig uit. Oké, de blaadjes zijn ook wel zo goed als toegevoegd. Althans, goed genoeg voor mij. Als ik het zo zie. Dan zie je bij de ingang allemaal een beetje. Misschien op de ingang. Of dat het er een beetje overheen hangt. Dit geeft me ook trouwens wel weer een beetje motivatie om te gaan werken aan de omgeving. Want ik moet natuurlijk nog steeds de bergen een keertje, zeg maar, mooi maken zoals dat. Maar dat kan ik wel een keer in een timelapse doen. Dus laat me zeker even weten als je wil dat ik van die timelapses vaker doe. En dan ook bijvoorbeeld met de omgeving. Kan ik hier nog een beetje bosjes... Oeh, hier moet dirt op de grond. Hier staan allemaal leuke stenen zo, maar dat ziet er niet uit. Zo, en dan hier nog een, weet ik veel, liefje of zo. En dan kan ik misschien wel wat weedblokken maken. Nee, dat maak je helemaal niet zo. Wat ben ik aan het doen? Kan ik wel wat weedblokken maken om daar gewoon nog wat van die leuke details toe te voegen. Dan is het ook misschien leuk om hier perfect in het midden de vloer misschien ietsjes lager te maken. Om het een beetje diepte te geven. Zo. En dan niet gewoon hier water in, maar gewoon daadwerkelijk dirt. Dat geeft het misschien een beetje diepte. En dan precies in het midden, of precies in het midden hier, kan die groeien? Ja, die kan groeien. Oh, oké. Okay. Die groeit een beetje over het pad heen. Wat wel heel leuk is, to be honest. Dat je gewoon zo op, oké. Okay. Hier moeten we hem ook een beetje bijplukken, zo. Ja, dit is perfect. En dan hier gewoon gras. Met hooguit dit dingetje hier ernaast. Die gaat toch niet groeien. Hier ook een beetje gras laten groeien met deze er weer geplant. Hier ook een beetje gras laten groeien met misschien deze dan wel laten groeien. Ja, dat is leuk. Dat is zeer zeker leuk. Hier. Hier wil ik eigenlijk ook zo'n boompje weer hebben. Ik ga er gewoon nog meer laten groeien. Ik ben benieuwd of dit leuk is. Ja. Kijken. Ja, dat is leuk. Dat is perfect. Dit is wel heel raar, to be honest. Maar dat komt omdat er nog geen gras er ligt. Laten we er vast gras omheen groeien. Zo, hoppakee. Ziet er leuk uit allemaal. En ik denk, oeh, wacht, we hebben lichting. Dat zei ik nog dat ik dat ging doen. Dat moet ook echt gedaan worden. Hier bijvoorbeeld staat een torch. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Daar moet gewoon een lantern staan. Hier staat ook een torch. Maar daar moet ook gewoon een lantern staan zoals dat. Het enige is dat ik het nu niet echt goed kan zien. Omdat het geen nacht is. Waar nou wel en niet belichting moet zijn. Dus we moeten het er een beetje op gokken. Dat we het goed doen. Hier wederom hetzelfde gokken. Dat we het gewoon goed plaatsen. Maar ik zie wel waar torches staan. Daar kan ik al gewoon heel simpel lanterns plaatsen. Omdat ik weet dat het daar donker was. Dus ik kan hier ook nog een mooi boompje groeien. Nee, die wil niet groeien. Misschien hier ernaast. Ja, die wil zeker groeien. Dan hier nog eentje. Oh, dit is perfect, jongens. Die bomen. Ik vind deze bomen vind ik zo leuk. Oeh, die is helemaal krom gaan groeien. Maar dat is niet erg. Het is alleen geen dirt hier. Ik moet het dan nog vervangen voor dirt. Net zoals ik het daar had gedaan. Nou, dit is top. Die bomen staan hier leuk. Is het hier ook eindelijk een keer een beetje opgevuld. Als je het zo ziet, ook daarboven een beetje bomen. Dan twijfel ik eraan. Wat nou als ik deze boom gewoon weg zou halen hier. En daar ook een keer zo'n andere boom plaats. Laat ik het even weghakken hoor. Ik hoop zo echt dat ik hier een goede keuze mee maak. Want stel dat is zo. Dan kan ik er misschien een keer een beetje die bomen daarboven ook een beetje gaan vervangen. Oh, dit is veel leuker toch, zo'n boom. Zo'n boom als dit, dat heeft van wat anders. Hij is wel heel vierkant toevallig, deze. Maar ik weet niet wat het is met die bomen, maar ik vind ze echt heel leuk. Ze zijn zo raar. Hetzelfde geldt dan voor deze. Want alles is natuurlijk al van sprucewood gebouwd. Dus het feit dat die bomen van spruce er dan ook staan. Ik weet niet of dat het wel mooi maakt. Ah, dit is wel een hele lelijke, to be honest. Oh, dan trouwens. Nee. Wauw. Als we het zeker niet, als we het eventjes een beetje met normaal ook dingen eromheen zo doen. Alsof het een beetje in is gebouwd. Zoals dit. En dan opnieuw gewoon daarna weer gras eromheen plaatsen. Nee, dit is zeker niet lelijk, deze boom. Nee, deze vind ik eigenlijk wel leuk. Kijk hoe leuk dit is. Stel, je zou nu met het pad zo gaan. En dan kom je hier. En dan kijk je gewoon. Massieve Max ligt sowieso gewoon weer eens eentje hier. En de rest die durf je niet te komen. Maar zo ga je gewoon naar Rick toe. Dat zou echt amazing. Althans, zelf zouden we hem nooit meer gebruiken. Maar de post zou altijd naar de panda's kijken. En dan niet te vergeten, jongens. Waar het eigenlijk allemaal om ging aan het begin. De koeien. Ik laat ze nog één keer breeden. Dan kill ik even wat er over is van de volwassenen. Oh nee, ik maak het poortje open. Pas op. Oh, ik maak het dubbel poortje open. Oké, nou helemaal prima. Dan killen we de volwassenen. Want er zijn, als het goed is, weer genoeg babykoetjes gemaakt. En dan hebben wij weer best wel veel leer. Als het goed is. 27, ja. Dan kunnen we wel best wel weer genoeg itemframes van maken, gok ik. En dan kunnen we de laatste dingen namelijk ook eventjes volproppen. Sticks heb ik dan nodig. Oh, en ik heb hier nog 4. Dus dat maakt 31. Hoppakee. Nou, 31 itemframes. Laten we kijken of we het hiermee redden. Waarschijnlijk wel. Het kan haast niet anders, hè. Dat we het hiermee moeten redden. Ja, kijk. We hebben zelfs nog heel veel over. We hebben echt nog heel veel over. Oké, hier moet cobblestone, 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 cobblestone. En hier rechts onderin
komt de ander soort cobblestone. Maar ja, die gebruik ik toch bijna nooit. Dus dan moeten die weg. En dan hier ook nog steen. En hier rechtsbovenin. Oh, niet dat. Daar moet namelijk ook cobblestone. En dan als laatste hier. Dit is een beetje een mysterie wat ik hier nog allemaal wil doen. Ik weet dat ik hier mijn gekke endblokken wil doen en zo. Hier mijn shulkerboxes. Oh, dan moet dit eigenlijk even een ander blok worden. Anders lijkt het op elkaar. Deze wel gewoon zo. Dit is allemaal endblokken en zo. Hier komen al mijn paddenstoelblokjes in. Hier mijn kwartsblokken. Bottles en weet ik voor wat voor onzin. Trouwens, ik denk dat ik dat beter gewoon, als ik het zo zie, hier weg kan dumpen. Bij deze barrel, waar allemaal andere dingen ook liggen. En voor de rest ligt er nog niet echt spulletjes in. Dus deze kunnen nog gesorteerd worden en deze kunnen ook nog gesorteerd worden. We hebben nog genoeg ruimte. Maar ik vind het er wel beter uitzien, eerlijk gezegd, met al die itemframes erin. Het is niet alleen handig, maar het ziet er ook gewoon, ja, leuk uit, om eerlijk te zijn. En dan denk ik dat dit hem weer was voor vandaag, jongens. Ik weet niet hoe lang deze aflevering was. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb weer lekker veel gebouwd. Ik hoop dat de timelapse leuk was. En zo niet, dan heb je pech. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik probeer een hele bijzondere outro te doen, maar het gaat niet echt op deze manier. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Like ook even en dan spreek ik je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.